Hey mensen, dit is Ons Gaming en leuk dat jullie aan het kijken zijn. Dit is het volgende deel van de Formule 1 carrière en we zijn inmiddels in Monza. Het begin van de echte Formule 1 van het seizoen 2017 komt ook steeds dichterbij. Nog ongeveer een kleine twee weekjes, anderhalve week. Dan is het zover, dan begint de race in Australië en begint het nieuwe seizoen. Maar wij gaan natuurlijk gewoon eerst lekker dit seizoen afmaken en we gaan daarna natuurlijk gewoon verder. Natuurlijk, vergeet niet te liken. Dit is een hele, hele vette race. En ik wil minstens 100 likes. En als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk eventjes abonneren. En ik heb verder niks toe te voegen. Laten we gewoon kijken naar de race in Monza. Zoals altijd gaan we eerst kijken naar de updates die de auto's hebben meegebracht of de teams deze race. En het team van Haas, Sauber en Ferrari hebben flink wat updates meegebracht. En dan gaan we dus kijken of dat ook weer invloed heeft op bij de stand van de auto's. Nou, niet echt eigenlijk. Ferrari zit nog steeds achter Red Bull en Haas en Sauber staan nog redelijk achteraan nog steeds. Maar het komt allemaal wel steeds dichter en dichter bij elkaar. En ja, dat gaat natuurlijk alleen maar spannende races opleveren. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen dit seizoen. McLaren, mijn eigen team, zit nog steeds net voor het boel, maar nog steeds wel een stukje achter Mercedes. De standaard kampioenschap, ja, na mijn overwinning in België heb ik natuurlijk wat punten ingelopen op Hamilton en op Rosberg. En het is ook nog behoorlijk spannend tussen Ricciardo, Raikkonen en Verstappen. Vettel zit daar een klein stukje achter. Maar het zit op sommige plekken nog heel erg dicht bij elkaar, maar we lopen wel natuurlijk tegen het eind van dit seizoen aan. Op de vrijdag was het flink nat, veel regen in Monza. Maar gelukkig tijdens kwalificatie is het lekker droog, lekker zonnig. En ik vlieg echt over de baan en ik zet een hele, hele scherpe en snelle tijd neer in het laatste gedeelte van de kwalificatie. En op dat moment is dat de eerste plek. En dan gaan we zo meteen kijken of dat dan ook genoeg is voor de pole position. Dit is dan de zondag, het is race day en het is gelukkig nog steeds droog. Het is mooi weer in Italië en... Dan gaan we zo meteen dus kijken naar de startopstelling. Het gaat in ieder geval een hele leuke race worden, dat kan ik je wel vertellen. Er gaat het een en ander gebeuren. Maar goed, daar gaan we zo meteen naar kijken. We gaan eerst kijken naar de startopstelling en die is dan als volgt. Het was dus genoeg voor mij om die pole position te pakken. Op tweede plek staat Hamilton. Dan Bottas verrassend op de derde plek. De Williams gaat erg goed hier op deze baan met de Mercedes motor natuurlijk. Dan Rosberg, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Alonso, Vettel en Perez. Dat is de top 10. Verder zijn er niet heel veel grote verrassingen. De Renault staan er behoorlijk oké bij. En wat opvallend is in negatieve zin is dan Felipe Massa. Hij heeft eigenlijk een hele slechte kwalificatie. Maar dat gaat nog wel goed komen, kan ik je vertellen, deze race. Dit is dan de start van de race. En ik ben wel eens redelijk slecht van mijn plek afgekomen. Maar deze start is toch wel een van de mindere, denk ik, uit mijn carrière bij McLaren tot nu toe. Ik heb eigenlijk al aan het einde van het rechtstuk de beide Mercedes'en en zelfs ook Bottas voor me moeten laten. En zo lig ik dus na een paar honderd meter ongeveer al op de vierde plek. En er zijn wel meteen gele vlaggen en je raadt het misschien alweer. Het is weer tijd voor een safety car. En het is zelfs een hele echte safety car. En dat betekent dat het alweer dat er weer iets gebeurd is. En dit zijn nog beelden van de start. Je ziet het. Ik kom niet echt goed van mijn plekje af. En ik verlies dus al meteen wat plekken in het begin. En dan is het altijd duwen en trekken hier in de eerste gedeelte van de race in Monza. Gelukkig komen wij allemaal redelijk goed doorheen. Die er niet goed doorheen komen zijn de beide Ferraris. Die Raikkonen tikt hier tegen een van de Red Bulls aan. Dan tikt Vettel nog weer tegen Raikkonen aan. Het is niet een hele handige actie hier van de beide Ferraris. En dat gaat ze een hele hoop punten kosten. En ook schade aan de auto van Raikkonen. En hij valt ook ver terug. Inmiddels zitten we dan nog steeds achter de safety car. En rijd ik dus natuurlijk nog steeds op die vierde plek. En ik begin al te denken van, zal ik het doen? Zal ik gewoon zo meteen naar binnen gaan en wisselen naar de hardste band, in dit geval de medium band dus. En proberen vanaf dan de race uit te gaan rijden. En ik denk, weet je wat, ik rijd nu op de vierde plek. Ik heb heel wat plekken al verloren tijdens deze start. En het zal heel lastig worden om die plekken weer terug te krijgen tijdens de race. Dus ik ga gewoon een gokje wagen. We kijken wel wat het wordt. En ik ga dus naar binnen tijdens de safety car. En Perez die heeft het namelijk ook al gedaan.
En daarom dacht ik er eigenlijk aan. En ik wissel dus naar de hardste band, de medium band. En ik ga er vanaf ronde 3 dus deze race proberen uit te rijden. En als dat lukt, ja, dan heb ik dus een groot voordeel. Want dat zou betekenen dat ik nu gestopt ben tijdens de safety car. En dat voornamelijk de top 5, top 6 zou moeten stoppen. Terwijl de race gewoon bezig is. En dan kun je dus heel veel tijd verliezen. En in mijn geval heel veel tijd winnen. Ik val terug tot de ene laatste plek. Net voor de deur bij Eriksen. En zoals je ziet, ik had het net al over Perez. Hij rijdt dus nou voor mij. En hij is dus ook gestopt. En dan is het eindelijk in de vierde ronde. Is het eindelijk weer tijd om te gaan racen. En op dat moment zit ik dan nog steeds achter Perez. De race wordt hervat. En dan gaan we dus weer los. Ik let goed op, maar iedereen goed op. En zo weet ik niet meteen wat plekken te pakken. Maar aan het einde van het rechte stuk ga ik zo meteen een hele gewaagde inhaalactie inzetten. En dat gaat ervoor zorgen dat ik in ieder geval 1, 2 en zelfs... Ja, nou, klein tikje. In ieder geval 2 auto's inhaal. Ik kom achter Nasser dan. En dan Gutierrez. Hij is dan degene waar ik een klein tikje aan uitdeel. Of eigenlijk rijdt hij tegen mij aan. We gaan het hier nog een keertje zien. Het is Gutierrez die hier achter mij zit. En dan hier een heel klein tikje krijgt. En zo van de baan afschiet. Niet heel groot spektakel. Maar ja, het is niet heel handig van Gutierrez. Dan zit ik even later achter Nasser. En zoals je ziet heeft de Honda motor veel meer snelheid dan de Sauber of de Ferrari motor van Sauber. En zo weet ik uiteindelijk hier in deze bocht ook Felipe Nasser te pakken. Maar dan gebeurt er iets en gaat het echt gruwelijk mis hier op het rechte stuk. Het is echt een mega klapper van Magnussen. En er zijn nog een paar andere auto's bij betrokken. En we gaan zo meteen even goed kijken wat daar gebeurde. Het is echt een heftige crash. Een van de zwaarste crashes denk ik die de computer zelf veroorzaakt heeft. En maar dit is dus wat er gebeurt. Je ziet hier de Magnussen vol de muren klappen. Mega harde crash. Ook een van de Haas en ook een van de Toro Rosso's. Maar ook Raikkonen is daarbij betrokken. En hier wordt het eigenlijk allemaal in gang meegezet. Een heel raar, ja, heel raar iets tussen Kvyat volgens mij en Raikkonen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat er dus een flinke crash uitkomt. Hier zie je beelden van de auto van Perez. En dit zijn beelden van de auto van, ik geloof dan, Grosjean. Die kan geen kant op en rijdt hier dus nog tegen Kvyat aan. Ja, het is een flinke klap. En dit is toch best wel een zware crash. Hier zien we nog beelden van Magnussen die echt geen kant op kan. Wordt meegenomen, gaat de muur in en vliegt dan nog eens een keer tegen een stukje wat uitsteekt tegen de muur. En maakt zo dus een zware crash. Heel opvallend. Komt er geen safety car. En dan vind ik het toch best wel apart. Net tijdens de start was er een klein tikje en dan moet er uiteindelijk 4 rondes lang een safety car komen in het spel. En net is er dan een mega dikke crash, liggen allemaal brokstukken op de baan. En dan komt er gewoon niet eens een virtual safety car, gewoon helemaal niks. Klein beetje apart, daar moeten ze wel aan gaan werken in de volgende Formule 1 game die uit gaat komen. Dat ze dat soort kleine dingen toch wat realistischer maken en wat logischer maken vooral. Maar goed, dat zijn de dingen waar ze nog natuurlijk aan kunnen gaan werken. We zitten inmiddels in de zesde ronde en er zijn inmiddels al heel wat auto's naar binnen gegaan. En ondertussen lig ik dan dus alweer op de zesde plek. En zo lijkt mijn tactiek dus flink goed te werken. Want iedereen voor mij moet dus iedere keer nog naar binnen. Dan zit ik even later achter Haryanto. Ik ben eigenlijk in gevecht dus met Manners die ook heel lang doorgereden zijn. Maar Haryanto weet ik makkelijk te pakken. En op dat moment ligt dan nog Wehrlein voor mij. Maar ook die zal zo meteen naar binnen gaan. De pits ingaan. En ik zal zo meteen dus laten zien. Of zo meteen. Ik laat eigenlijk nu zien. Zoals je ziet hier. Heel veel auto's zijn al naar binnen gegaan. En sommige hebben zelfs 2 stops gemaakt. Maar sommige auto's hebben nog geen stop gemaakt. En als je goed kijkt zie je dat iedereen voor mij. Dus Massa, Palmer, Sainz en Wehrlein. Moeten allemaal nog naar binnen. En dan raad je het natuurlijk al. Dan kan er maar eigenlijk maar 1 ding betekenen. En dat is dus dat ik, als het goed is, zometeen gewoon weer op de eerste plek ga rijden. Perez die ligt dan op de 7e plek. Eigenlijk dus virtueel 2e. Maar die gaat dus nog problemen krijgen met de auto. Ik kreeg via de poortradio te horen dat Perez in ieder geval problemen had. En die valt daardoor dus terug. En die gaat uiteindelijk dus niet 2e worden. Kan ik nu dus al verklappen. We zitten inmiddels dan in de 9e ronde. En ligt dus op de 3e plek. En dan is inmiddels Rosberg wel een stukje dichterbij gekomen. Dan maak ik hier een klein foutje. Gelukkig niet heel erg heftig of zo. Maar
De andere twee die voor mij reden gaan het dan wel naar binnen. En zo lig ik dan inmiddels dus op de eerste plek. En dat heeft mijn tactiek, mijn gok heeft dus heel goed uitgepakt. Dan zijn de beide Mercedes nog flink met elkaar in gevecht. Er wordt zelfs een tik uitgedeeld door Hamilton aan Rosberg. En uiteindelijk pakt Rosberg hem wel weer terug. Maar die twee zijn dus lekker aan het vechten. En dan is het dus de 11e ronde dat er weer iets apart gebeurt. Het is een gele vlag. En dan komt er een beeld staan dat Nico Rosberg uit de race is. En dat is einde verhaal dus voor hem. Het betekent weer dat hij punten gaat verliezen, onze Nico Rosberg. Dit gebeurt dat. Hij blaast zijn motor op het einde van het rechterstuk. En dat is best wel zuur voor de Duitser. En op die manier geen punten. En ik denk van, nou, dat is helemaal mooi. Want nu loop ik dus gewoon sowieso al 25 punten in. Mocht ik winnen op Rosberg. En we zitten dan in de 1 na laatste ronde. We zitten in de 12e ronde. Hamilton zit achter mij. Maar het gat is eigenlijk wel ontzettend groot. Bottas ligt dan op dat moment nog derde. Die zit nog best wel dicht achter Hamilton. Maar ik rij eigenlijk een beetje op cruise control. Ik bedoel, ik heb een stuk of 5, 6 seconden voorsprong op Hamilton. En er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En dan switchen we meteen door naar de laatste race. Of de laatste ronde bedoel ik. En ik ga hem dus gewoon pakken. Ik ga gewoon de tweede overwinning op rij pakken. En daarmee doe ik ook hele, hele goede zaken in het kampioenschap. En daar gaan we zo meteen naar kijken. En dat komt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het gaat toch ontzettend spannend worden aan het einde van dit seizoen. En of we kampioen kunnen worden, geen idee. Het zou zomaar kunnen. Maar ik moet zeggen, Mercedes is nog wel steeds het beste team. En als die eigenlijk geen probleem hebben, zijn ze bijna niet te verslaan. Toprace natuurlijk. Dit is het podium samen met Hamilton en natuurlijk Bottas, die ook gewoon een hele, hele goede race gereden heeft. Goede race van Bottas dus en van het team van Williams. En ik pak de beker en ik heb dus de tweede overwinning op rij. En het gaat gewoon ontzettend lekker. In het begin van het seizoen hebben we een paar probleempjes gehad natuurlijk. Maar het lijkt nu toch wel echt helemaal goed te lopen. Dit is de uitslag van de race dan. Zoals ik al zei, Massa had een hele slechte kwalificatie, maar wordt uiteindelijk dus gewoon vierde. En Williams, ja, ik denk dat zij toch wel de verrassing van het weekend zijn met een derde en een vierde plek. Verder zien we nog Palmer, ook een goed resultaat. Ook Verstappen heeft het prima gedaan met teamgenoot Alonso. Ja, valt een beetje tegen eigenlijk op de zevende plek, maar goed. En verder ook Vettel, toch nog een puntje gepakt, ondanks de slechte start die de Ferraris hadden. En dit is dan de stand in het kampioenschap. Ja, ik zei het al, het gaat steeds dichter bij elkaar. Hamilton heeft natuurlijk ook goede zaken gedaan ten opzichte van Rosberg. En ik heb eigenlijk ten opzichte van beide hele goede zaken gedaan. Inmiddels is Verstappen degene die op de vijfde plek staat. Hij heeft dus ook prima werk verricht. En is het eigenlijk het team van Ferrari is toch al de grootste verliezer van dit weekend. Ze staan nog op de derde plek, Ferrari in het constructeurs. Of op de vierde plek. Maar ze lopen wel steeds meer schade ten opzichte van Red Bull. En verder, Mercedes staat nog steeds eerste. Het was in ieder geval een hele leuke race. En nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.